Spreek maar. Ga. Hier, stop. Jij daar. Jij daar. Ja, waarop kijkers van mijn kanaal, oftewel Rotjoch. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom in het oh zo mooie, sneeuwende en koude Mindtopia. Oh, kijk, ik heb gewoon in mijn zwembad, maar ik ben bang dat het dichtvriest. In ieder geval, welkom terug in Mindtopia, jongens. En vandaag hebben we eigenlijk een bijzondere aflevering, want vandaag is het tijd om weer een beetje als maffia te gedragen. Want laatst was ik bedreigd natuurlijk door de Grey Shadows. De video, als je nog niet gezien hebt, kan je die beneden kijken in de beschrijving. Daar staat die. Of je kan hem nu in beeld nog even klikken. En dan kan je in ieder geval nog even kijken inderdaad van wat er vorige keer gebeurd was toen we bedreigd waren. Maar we hadden toen een plannetje gemaakt om degene van de... Degene die ons bedreigd hadden, om hem op te wachten. En degene die aan zou komen, die zouden we gewoon doodmaken, liquideren, afmaken, korte metten mee maken. Dus dat ga ik even doen. En natuurlijk heb ik daar niet, ga ik het hier niet in mijn eentje doen. Ik kan natuurlijk een partner in crime. Ik denk dat hij heel graag mee wil gaan. Ik denk dat Gijs wel eigenlijk heel, oftewel Lala, heel graag mee wilt om, eindelijk weer wat te gaan doen als Tinky Winky en Lala. Want dat vinden jullie heel leuk. Dat vindt Gijs heel erg leuk. Wordt dat heel erg blij van. Als hij weer eindelijk iets mag doen. Dus op die manier gaan we nu even Gijs ophalen. Want het is tijd voor actie, Gijs. Dus even kijken hoor. Waar is het? Sorry, daar staat hij alweer. Dit is een astronautenpakkie. Oh. Daar gaan we. Gijs. Goedenavond, Dylan. Zeg het eens. Waarmee kunnen we u vandaag helpen? Gijs, het is gewoon tijd om te gaan. Let's go. Waar gaan we heen? Ja, je weet wel waar we heen gaan. Gaan we naar Schieterland? Ja, Schieterland. Kom maar. Het klinkt echt veel toffer dan Roltrappenland, eerlijk gezegd. Ja. Schieterland. Nou, Gijs. Hey. Ja, zeg het eens. Luister. We hadden een plannetje gemaakt vorige keer met... Plannetje, zoiets ongeveer in een notendop. Notendop, ja, en kijk, weet je, het is, we gaan zo Vogeldop. Meteen, we gaan zo meteen ons plekje in, even kijken hoor, waar zit het zitten, dan gaan we weer, oh, hier is geen sneeuw gelukkig, en twee, nee, drie, hier, vijf. Ja, dat komt door je stomme dak. Ja, goed geregeld, hopseke, top. Hey, luister, voordat we gaan beginnen, even het plan. He, want ik weet dat jij altijd zo trigger happy bent en je graag wilt. Ik weet Hoe kom je daar nou bij? Gijs, ik weet dat je graag wilt. He, graag iemand dood. Misschien, lichtelijk. Een klein beetje. Lichtelijk, misschien klein heel beetje. Veel. Luister, het is niet de bedoeling dat wij als een stel pubertjes een hele gang war gaan starten. En niet gewoon guns blazing, iedereen in de straat neerschieten en dan Matrix-stijl achterover burken. Nee, en ik weet dat je dat graag wil doen, Gijs. Maar nee, het gaat hem niet worden. Wij zijn geen stel puberende tieners. Wij willen gewoon erin. Afmaken, één schot gewoon, pam, doodmaken en weer wegwezen. Dat is het plan. Oké. Ja, sorry, maar we zijn de maffia, we zijn geen gangsters uit New York of zo, oké? Niet? Nee. Ja, dan heb ik helemaal me aangemeld voor het verkeerde. Trek naar mij Gera, jongen, hè? Niet zo brutaal, ga daar niet man. In. Nee, waarom heb je een sleutel erop gezet? Oh, sorry, het spijt me. Ja, ik had eventjes een beetje dingetjes. Vertrouw je me nou niet meer? Ik vertrouw je wel, maar het is natuurlijk allemaal geregeld met het nieuwe, met het plotsysteem is allemaal veranderd, hè. Dus, zo, wacht, ho. Nee. Dus even kijken. Moeten we het nu al aandoen? Weet je het zeker? Oh, nee, shit, je hebt gelijk, man. Zo. Kijk, ja, ik ervan. Dat is een beetje heel sportief. Oké, ja, ik ben ook een beetje... Hey, dan zeg je wat, dat ik trigger happy ben. Oké, we gaan even kijken, de wapens. Weet je wat, ik wil het gewoon clean hebben. Pak allebei een deagletje. Pak hem maar even voor mij. Je hebt weer de stomme sleutel erop gezet. Ga er nou een keer een sleuteltje voor Ja, alsjeblieft. Vond ik, ik ga het voor je regelen. Nou. Oh, als je diep hebt geregeld, hè? Dan. Gijs. Dan ben je de Sjaak. Alright. Dit is simpel. We gaan richting de plek waar we horen te zijn. Oftewel, bij de lantaarnpaal. Laat maar zitten, joh. We gaan lekker naar de lantaarnpaal toe. Waar, durft. Waar ik geld aan moet droppen. Ja. En op het moment dat er iemand aankomt, lopen erheen. Spreken hem aan, schieten hem dood, geef ik ze nog een message ook weg. Waar wil jij eigenlijk even gaan wat ik ga doen? Ik ga eerst voordat ik het ga doen, dan ga ik het even allemaal leeg halen. Ik heb veel belangrijker. Kijk hoor, deze gaat ook allemaal leeg. Even een boekie. Eens even kijken, want die namelijk een message. Gijs, wat voor message, oftewel bericht, gaan we diegene geven die ons zit te bedreigen? Laat dit een duidelijke, ik doe het wel, laat dit een duidelijke message zijn. Of don't fuck with the reds, maar dan weten we dat het dat we van ons komt. Don't fuck with us. Never ever. Nooit met ons bedreigen. Hier kan je zo als laatste woord Teletubbies, kom maar gauw. Don't you ever try us, ja. Misschien een beetje wat minder spannend, maar voor het idee. Teletubbies.
Bibi's. Klopt, we gaan het natuurlijk niet signen, want dan weten we... Nee, dan weet iedereen wie het is. Alright, wij gaan nu richting... Dat is gewoon het stom bezig zijn dan. Oké, zullen we nu gewoon weer stilletjes zijn? Want we moeten het doen nu. Want hier komen er zo meteen camera's. Dus even kijken, wachten. Dat is vorige keer. Hier hangt er helemaal niks. Wacht, ik heb een idee. Trek spullen aan. Nu snel. Oké. Nu wordt het spannend. Heb je spullen aan? Ja. Oké, niemand herkent je meer. Top. Wat we gaan doen, is het volgende. Hierop, oh. Volg me. Check je parcours is het. Ja. Toch je camera, dus. Je hangt een camera, dus dit is het huis van binnen wil. Shift. Daar is die paal. Het is nu de tijd eigenlijk. Het is nu 5:05. Hij zou nu ongeveer moeten komen, diegene. Om wat geld op te halen. Op het moment dat hij komt, wij van het dak af. Schieten we gewoon naartoe. We spreken hem aan. Schieten we gewoon meteen neer. Meer gaan we niet doen. Oké, nee. Ja, het is voor nu gewoon even wachten. Jij schiet maar. Ik doe een beetje stoer. Jij hebt een beetje stoer. Goed, luister. We moeten gewoon nu verwachten dat hij komt. Het is een beetje... Ja, weet ik veel. Zouden er om 5 uur... Wou die het geld hebben voor 5 uur. Dus het zou nu ongeveer moeten komen. Dus ik ben benieuwd hoe lang het duurt. Dat er iemand zich laat zien. Niet iemand om ze heen of zo. Kijk. Oh, daar komt hij aan volgens mij. Daar komt hij aan. Mr. Wanted, wie de fuck is dat? Oké, hij zit nu in die kist. Hij kijkt. Kom. Gijs, actie. Kijk, go. Q, kom even. Spreek maar. Ga. Hier, stop. Jij daar. Ik kom alleen maar een berichtje ophalen. Ik heb een bericht voor jou en je baas. Gijs, pak hem. Nee. Hoppakee. Ja. Top, oké, hij is dood. Gijs. Heel simpel, we geven hem gewoon deze berichtje mee voor de baas. Hier, alsjeblieft. En we gaan weg. En wegwezen maar. Meer doen we niet. Simpel, clean, elimineer die handel. Had ze vast. Oké, we zijn weer buiten bereik. Spullen aan. Ja, spulletjes uit. Helemaal goed. Top, en we gaan gewoon rustig verder. Nou, mooie dag, toch? Maar lekker weertje, beetje sneeuw. Ja, mooi sneeuw. Maar, yo, wie de fuck was dat? Mr. Wanted? Helemaal in het grijs? Ik veel. Het schijnt dat die mensen echt bijna al 80.000 leden of zo hebben. Van allerlei andere gekke plekken. Ze willen ook al naar Sunnyville gaan, heb ik gehoord. Sunnyville? Maar dat is jouw stad eigenlijk een beetje nu in het worden. Ja, maar ze moeten eerst allemaal nog een lening hebben. Want al die arme sloepers zitten en van... Ik heb geen geld. Ja, maar goed, we gaan even naar binnen. Kunnen we het binnen even lekker bespreken. Dus het is tenminste een beetje veilig. Ja, en het is niet koud aan mijn voeten. Dat is wel vervelend. En het is niet koud. Ja, het is een beetje lastig. Even kijken hoor. Dan gaan we naar binnen. Tempo maken. Ik heb geen zin in dat treuzel meer. Wil je nou zeggen dat ik langzaam ben? Nee. Dat is het zeker niet. Dat is het zeker niet, Gijs. We houden je tevreden. Hey, die spullen maar weer aan mij, anders. Ja, hier. Ja, ik zou regelen dat je hier binnen kan. Oh, nee, niet aantrekken. Ik wil nog gewoon hier. Toppie. Jij mag alles lekker bijhouden. Lekker genieten dit. Alright, Gijs. In ieder geval, ik ben tevreden. Dit was een goede clean hit. Gewoon simpel. 4 kogels. Ja, lekker gebruikt. Makkelijk. 1 keer misgeschoten, maar hey, wat maakt het uit? We hebben echt een duidelijke message achtergelaten. Want natuurlijk komen zo meteen de baas en diegene om te kijken natuurlijk wat er gebeurd is. Of de maar politie gewoon sowieso komen. Trekt dit media aandacht van... Man, neergeschoten in Blue Street! En er ligt nog een message ook, hè. Een bericht voor ons van... Hey, niet meer met ons fucker, gewoon klaar. Dus de baas die ons bedreigd heeft, die komt erachter. Holy shit, schiet gewoon iedereen neer. Onze messenger boy eigenlijk. Degene die alleen maar een berichtje kon ophalen. Arme snoeper dat het eigenlijk is. Ja, die hebben we gewoon neergeschoten. Eigen schuld moet je maar niet met de verkeerde kant gaan eigenlijk. Maar dan moet je op onze kant staan. Wrong place, wrong time. Eigen schuld. Hij heeft er zelf voor gekozen, jongen. Dus geen daarom. Eigen schuld. Niet dat hij zeg maar zat van... Oh, weet je wat ik ga worden? Messenger boy. Jee, nee. Kunnen we niet beter uitgaan? Ja, we gaan gewoon een idee, hè. Niet zeg maar dat er straks iemand even langs klopt en zegt... Hallo, wat zijn jullie aan het doen? Ik zat een beetje. Ga lekker het café in van Birko. Ik heb gehoord dat die man veel bier aan het verkopen is. Dus... Ja, die maakt zeker heel veel geld, heb ik gezien. Dat was echt insane vorige keer het feestje bij hem. Max bier, 1 per klant per 10 minuten aan. Oh. Dan heb je ook niet van die halve zat in de winkel. Nee, goed, we gaan lekker weer in ons eigen hoekje zitten, Gijs. Dat is nu wel goed, hè. Alright, goed. Gedaan hebben we vandaag. Is heel simpel. We waren bedreigd. We hebben laten zien dat we niet met ons laten sollen. Ik denk dat ze niet zo snel met ons zullen bedreigen, Gijs. Nee, ik hoop dat het lekker rustig blijft. Is misschien ook wel beter voor deze stad. Beter voor ons. Ja, we blijven gewoon het low profile. Kijk, zoals laatst had ik gehoord van een of andere gangs. 2 gangs met elkaar aan het vechten waren, joh. Dan houden we ons lekker buiten. Wij zijn niet zo trigger happy. Ga dan naar het Wilde Westen. Precies, wij zijn clean. Wij zijn simpel. We komen eraan. Neerschieten die handel. Eigenlijk wil ik er niet zoveel mee te maken hebben dat mensen doodgaan. Niet? Nee, daar krijg je te veel aandacht mee, joh. Daarom, dat is gewoon eenmalig, heel simpel. We gaan erin, maak ze dood en weer eruit. Meer doen we niet. Meer willen we niet en hebben. En als mensen dat willen doen, dan moet je gewoon zeggen van... Hé,
iemand anders te laten maar doen. Dan moeten wij zo'n vies mannetje voor hebben die dat gaat regelen. Ja, we moeten eigenlijk iemand vinden om het voor ons te doen, hè? Misschien tijd om binnenkort even een po aan te nemen binnenkort. Wie weet, we hebben ook nog Dipsy, dus. Ja, goed, het gaat in ieder geval voor de volgende keer allemaal. Alright, mensen, in ieder geval van Michael. Hartstikke leuk dat jullie gekeken naar deze video. Hopelijk vond je het hartstikke vet. Hartstikke tof om te zien dat we inderdaad niet op de wettels laten sollen eigenlijk in de Red Light District. Heel veel mensen van jullie zeiden, ja, pak ze aan, maak ze dood. We hebben gedaan hoe wij het doen op onze manier. We zijn inderdaad geen kindertjes die iedereen neerschieten die we tegenkomen. Nee, we zijn clean, simpel. We gaan erin, doodmaken, eruit. Einde verhaal. Meer willen wij niet. We willen natuurlijk niet opvallen met dingen die wij doen. Dus we gaan hartstikke goed. Dankjewel, Gijs, voor het meedoen. Ja, nee, hopelijk zijn de zaken opgelost. Ik hoop het ook. Ik hoop dat ze ons niet meer gaan bedreigen. Dat ze wel heel stom zijn. Want ze weten dat we inderdaad gewoon mensen neerschieten als het nodig is. Hopelijk was het trouwens wel de goede gast die we neerschoten. In ieder geval mensen, vond je het een leuke video? Anders hebben we wel een probleem. Precies. Vond je het een leuke video? Laat lekker een blauw duimpje achter omhoog. En ik zie jullie graag in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Later dan tot ziens en... Peace!